Oh, ja, we zijn live. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, wij zijn er weer klaar voor vanavond. Jullie ook? Nou, we hopen het natuurlijk, maar we wachten nog even 1 of 2 minuutjes. Zodat iedereen de kans heeft om natuurlijk gezellig bij ons aan te sluiten. Want ja, Joyce en ik, we zijn weer super creatief geweest. Mm-hmm. Het wordt weer een leuke avond, zeker. Een leuke workout. Ja. Nou, wij hopen natuurlijk dat jullie dat ook vinden. Dat is nog maar even de vraag. Maar goed, wat jullie dus voor vanavond nodig hebben, is dus een pan met 2 handvaten. Ik had jullie natuurlijk een voorbeeldfoto gestuurd van wat jullie nodig hebben. En natuurlijk weer 2 flesjes 500 ml water gevuld, uiteraard. He, want ja. Anders dan leeg doen we dit niet. Nee, leeg. Daar doen we het niet voor. Nou, we wachten nog even en we hopen natuurlijk dat nog een heleboel mensen aansluiten. Dus laat even iets in de chat achter, zodat we kunnen zien dat jullie er zijn. Ja, en dat we zeker weten dat als we gaan starten, dat iedereen lekker met de warming up mee kan doen. En dat je niet later inschuift, want dat zou natuurlijk zonde zijn. Precies. Want ja, die warming-up is natuurlijk wel belangrijk om vanuit een bepaalde hartslagfrequentie met jullie oefeningen te beginnen. Dus, nou, het kan natuurlijk ook zo zijn dat iedereen al super gemotiveerd klaarstaat. En dat ze dus geen tijd meer hebben om iets in de chat te zetten. Dat kan natuurlijk ook. Oh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. We hebben het altijd over niet mogen smokkelen als ze dan iets neerzetten. Dus. Ja, klopt. Nou, dus ik zou zeggen, zullen we maar gewoon beginnen? Zullen we gewoon gaan starten? Dus nog 1 keertje voor de herhaling voor mensen die nu pas het aanzetten. We hebben voor vanavond dus een pan nodig met 2 handvaten. Waar de flessen of staand of liggend wel in kunnen. En nou, kijk, Erna is er. Yes, hoi dat Erna. Is mooi hoor, Erna. Nou, dus we gaan gewoon beginnen alvast met de warming-up. Ja. Ja, helemaal goed. Pak de flessen erbij en dan gaan we lekker op de pluits marcheren. Dat zijn jullie gewend. Juist. Nou, dat is gewoon de beste mogelijkheid om even een beetje op te warmen, ook voor thuis. Dus ja, toch heel handig om te doen. Let gewoon erop dat je het zelf niet te makkelijk maakt, maar dat je juist echt even goed sterk maakt vanuit je midden. En inderdaad echt je armen even meeneemt. En je knieën goed omhoog. Doen we het automatisch ook ja, een beetje hoger. Ja, een beetje beter. Hé hey, Liesje, nou leuk. Nou, gaan we meteen beginnen ook. Even goed, zullen we die armen lekker even aan de slag laten gaan? Je mogen lekker doormarcheren. Maar ondertussen mag je vanuit hier je armen omhoog bewegen en weer terug. Die gaan iets minder hoog, dat is niet erg. Dat mag ook. Ook zo'n coördinatieding, hè? Ja, daarom. Blijf lekker doorgaan. En wat we dan even gaan doen is, we gaan snel omhoog, rustig naar beneden. Dus in 1 tel omhoog en 1, 2, 3 naar beneden. Heel omhoog, rustig naar beneden. Goed. Heel goed, laatste 5 keer. Nog 4. Oké, staat er weer een 3. 2, 1, en even gewoon doorlopen. Nou ja, zo te zien hebben we weer een verkeerde gedaan. Maar ja, wij zien helaas gewoon bij ons staan dat we een mama fit en zwanger fit geven. Dus ik hoop dat alle mama's en zwangeren wel de link gewoon kunnen vinden. Ik denk het wel, want we zijn live aan het streamen. Zoals het goed is er maar 1 stream. Alleen de tekst klopt dus helaas niet helemaal. Nee, helaas. Dus we weten ook nog niet zo goed eigenlijk waar het aan ligt. Nee. Dus nou ja, volgende week weer beter. Ja. Nou, we gaan gewoon door en we hopen gewoon dat iedereen ons kan vinden. En gaan we even door met lunches, denk ik. Hè? Ja. Die benen gaan we ook even warm maken. Wat jullie zo meteen mogen doen, is je gaat naar voren stappen voor de lunch. En ondertussen doe je die armen omhoog. En weer terug. En dan wissel je
Handbeen. Armen op. Yes, mogen jullie ermee starten? 3, 2, 1 en stap naar voren. En terug. Heel goed. Hou voor. Juist. Probeer steeds iets verder door te zakken. Let erop dat je voeten en je knieën mooi recht naar voren staan. Dus niet naar binnen. Maar goed. Naar voren. Heel goed. Top. Laatste 4. 3, 2, 1, nog een laatste. Top. En goed. We lopen. En weer door. Nou, ik hoop dat jullie het ook wel een beetje warm krijgen. En dat iedereen ons nu een beetje heeft kunnen vinden. Dat hoop ik ook. Even gewoon lopen. Knieën iets omhoog. De volgende oefening die we dus tussendoor doen is kleinere stapjes maken, armen naar voren en ze gaan gestrekt naar achteren. Voren, achteren. Voren, achteren. Jullie mogen wisselen hoor, het maakt op zich niet zo heel veel uit. We letten even op de details en we hadden allebei net onze handen wat anders. We moeten de details beter doorbespreken. Ja. Nou, de dopjes moeten dus omhoog. En nu gaan de dopjes naar voren. Kijk. Zitten we... Hey Annemarie. Super. Top. Zullen we er nog 5 doen? Ja. Oké. Okay. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Yes, helemaal goed. Mogen jullie wel even doormarcheren? Even een beetje draaien die schouders. Het kan zijn dat je die een beetje hebt gevoeld van die oefening van net. Toch? Ja, zeker. En dan pakken we zo nog heel even 1 oefening voor de benen. Om even warm te worden. En dan, dan gaan we door. Yes. Met ons leuke pannencircuit. Ja, zeker. Zeker. Nou. Eerst even een beetje lopen. Neem de knieën weer iets omhoog. Heel goed. Nog iets hoger. Maak je sterk vanuit je midden. En dan gaan we met de laatste warming-up oefening. En dat is namelijk, we gaan een stap naar voren en squatten. En weer terug. Met de andere kant naar voren. En squatten. En terug. En terug. Andere kant. Squatten. En terug. Nu gaan we daar een beetje snelheid van maken. Dus voor, voor. Squatten. Terug, terug. Voor, voor. Squatten. En terug. Voor, voor. Squatten. En terug. Voor, voor. En terug. Voor, voor. We zijn weer niet synchroon. Nee joh, ik zit erop te letten. Spreken en wat doen is niet. Ja, dat is niet ons beste kant, hè? Nee. Maar we doen ons best. Nou, nog 5 keer. Aan het einde van al die weken gaat het ons lukken. Ja, geen foutjes. In de allerlaatste les. Geen foutjes, alles gewoon. Geen telfoutjes. Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nee, ik ook niet, ik ook niet. Nou, ik hoop dat jullie ook al een beetje zijn opgewarmd. Ik wel. Ik ook. Top. Het is heel warm in deze ruimte. Oh, dat is het. Dat is het, ja. Heel goed. Mooi. Flesjes mogen eventjes aan de kant, hè? Ja. Leg ze nog niet helemaal weg, want we hebben ze volgens mij... Ja, we hebben ze straks nog even nodig. Ja.
Nou, en we beginnen meteen. Wat we vandaag dus gaan doen, even voor de uitleg vooraf. We maken een circuitje, maar deze keer dus niet om en om of door elkaar. Nee, oefening per oefening. En we beginnen met de eerste oefening, yes, met de pan. Jullie mogen ze even omgedraaid op de grond leggen. Ja, leg even zo'n handdoekje eronder thuis, zodat hij niet gaat schuiven over de vloer. Of nou ja, als je een mooi matje hebt, lekker op het matje. Het kan zijn dat hij met de volgende oefening wel iets gaat schuiven. Dus inderdaad, als het goed is, hebben jullie natuurlijk allemaal een matje. Nou, voor de zwangeren doe ik het weer even voor, want nu maken we wel weer even verschil. Want ja, zwangeren springen niet altijd even handig. Dus wat de zwangeren doen is, maak je goed sterk. En dan tik je met het hierbeen op tempo de pan aan. En goed. De mama's mogen één voet op de pan en één ernaast. En wat je gaat doen is, je gaat wisselen en aantikken. Let er hierbij op natuurlijk dat de pan niet te veel verschuift. Dus probeer je voet iets naar boven te zetten. Hè? Dan krijg je ook geen kras op de vloer. Dat zou zo goed zijn. Ja, dat zou leuk zijn. En stel je durft het niet aan, omdat je echt net ja, nog niet zo heel lang geleden bevallen bent. Dan doe je gewoon met de zwangere oefening mee. Ja. Ja? En goed, dit is een beetje de uitspraak van de regel. Deze pakken we 30 seconden. Hè? En ja, de rest van de oefeningen pakken we in herhalingen. Precies. Kan ik netjes een stopwoord? Ja, alsjeblieft. Dan hoeven we niet te tellen. Niet ons sterkste punt. Dan gaat het goed. Oké, okay, kom allemaal klaarstaan. Dan gaan we starten in 3, 2, 1, go. Het gaat er dus om ook, hè, bij die tippen, dat je niet heel veel gewicht erop zet. Ja, vooral met heel snel van gewicht. Nou, bij de zwangere maak je voornamelijk een beetje rond je romp goed sterk, hè. Dat je niet met je bekken die kant op gaat. Nee, hou je sterk. En gewoon aantikken. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Top. Kijk, mijn pan gaat alle kanten op. Ik weet niet waar jouw pan is. Dus ik hoop dat ze thuis een beetje blijven staan. Heel even een klein beetje rust voordat we weer 30 seconden aan de bak gaan. Ja. Nee, nou, maar goed. Bij de zwangere nog even. Ga ook een beetje laag. Dus blijf niet een beetje zo staan en tik dan aan. Nee. Beetje laag, sterk maken en tikken. Yes. Ja? Helemaal goed. Gaan we weer starten. 2 ronden. 3, 2, 1, go. Help voor Joyce. Yes, dankjewel. Goed zo. Yes, nog 10 seconden. Top. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en stop maar. Helemaal goed. Top. Nog eentje zo meteen. Ja, heerlijk. Ja, yes, zeker heerlijk. Zullen we iets sneller doorgaan? Ja. Oh, toch? Ik denk nou, ook wel. Gaan we weer starten in 4, 3, 2, 1 en go. Ja. Goed sterk maken. Probeer je bekken goed recht te houden. Nou, voor de mama's natuurlijk voornamelijk de conditie is belangrijk. Hè, Joyce? Jazeker. Zo, nog 10 seconden. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En stop maar. Yes, zeker. Oké, okay. Top, top. Gaan we door de volgende. Ja, mag je de flesjes er even bij pakken thuis? Die hebben we nu nodig. Ja, en de pan. En de pan. Dus kijk even of je ze er staan in kunt doen of liggen. Ja, bij mij passen ze er helemaal mooi in. Ja, bij mij niet, maar een beetje schuin. Ik zou ze dus niet recht opzetten, want anders gaan ze echt alle kanten op. Dan is het gelijk ook nog een extra balans oefeningetje erbij. Vanuit deze positie, wat je gaat doen, is we gaan armen naar voren bewegen. Hou hem bij de hand, je kan hem even bij de hand laten vasthouden of om de pan, wat je zelf prettig vindt. En weer terug. Denk eraan dat je goed stevig staat, hè? Voet een beetje schouderbreedte, goed die navel weer in. Buik goed aangespannen en dan vanuit deze positie naar voren en weer terug. We gaan er maar 20 herhalingen doen, hè? Ja, 20 en dan 3 series van 20 herhalingen. Dus best pittig, ja, maar goed. Maar goede oefening. Waarom? Dus,
Gaan we ervoor? Dan gaan we. 20 herhalingen. Maak je goed sterk, goed door je knieën zakken, actief staan. En dan gaan we. Ja, goed. De helft zit er nu op. Probeer de pan goed op schouderhoogte te houden. Hè? Dat hij niet gaat zakken of dat je hem veel te hoog hebt. Maar goed op schouderhoogte. Nog 3, 2, 1. Laatste. En korte pauze. Pan weer even terug. Yes. Helemaal goed. Schouders losdraaien. We gaan nu de tweede keer doen, dan ga ik even wat dingen uitleggen. Oh ja, is goed. Dan, ja, doen we weer om en om. Ja, joh, lijkt me goeie. Heel goed, oké. Kom maar weer klaarstaan met die pan. En dan gaan we starten. En denk aan die navel, goed in. Sterk maken. Yes. Licht door je knieën. En begin maar weer. Top. Inderdaad, heel belangrijk is dat jullie niet te laag doen. Ik niet een beetje dit. Nee, maar echt blijven op de hoogte van de verlenging van je arm. Ik hoop dat Joyce heeft meegeteld nu. Dit is nummer 10. Top, helft. Dan weet je dat. Maak je goed sterk. Let ook op dat je schouders niet omhoog gaan. Nee, maar dat ze mooi omlaag blijven. Nou. 17. Nog 3. 18. 2. 19. 20. En yes. Stop maar. Goed. Goed. Even weer die pan goed neerzetten. Dat je spieren echt even die rust hebben. Even die schouders lekker losdraaien. Helemaal goed. En dan mogen jullie de pan er zo weer bij pakken. Yes, en dan gaan we er weer klaar voor maken. Hè? Denk aan die strakke houding. En dan mogen jullie starten in 3, 2, 1, go. Heel goed, denk er aan stevig staan. Heel netjes. 5. Toch, heb ik al mee geteld? Ja, 6, 7, 8. 9. De helft. Yes. Hou vol. Heel goed. 16. 17. 18. 19. En dan de laatste. 20. Oh, yes. Top. Zet de pan maar even lekker neer. Je mag de gewichtjes tegelijk nog eens even uithalen. Helemaal goed. Wat hebben we namelijk nodig voor de kettlebell swing? Ja, misschien kent iedereen die wel. Tuurlijk. Alleen die hebben we nog nooit eerder gedaan met een pan. Maar we hebben het gedaan met de kettlebell, hè, denk ik. Ja, sommige dames hebben hem wel aan gedaan. Ja. Kijk, ja. Dat scheelt een heleboel. Je mag de pan aan één hand vast, zo meteen vasthouden. Klein beetje in wijde stand gaan staan, knieën een beetje gebogen. Vanuit deze positie mag die pan een beetje onder je door. En ga je hem omhoog opstrekken tot schouderhoogte. Als je op deze positie bent, span ook even die bilspieren goed aan. Ja, en het gaat ook vooral om die strekking vanuit die heup. Juist, dus even van zij liggen. Als je hier naartoe gaat... Dat je voornamelijk echt een beetje probeert goed met je billen je bekken naar voren te schuiven op het eind. Yes. Helemaal goed. Nou, let even op. Geen dure lampen in de buurt. Nee. Beetje lastig met die pan. Maar goed. We dachten, nou, is toch wel een leuke oefening. Hij is toch wel leuk tussendoor. Ja, zeker weten. Nou, zwangeren en mama's kunnen hem gewoon allebei doen. Ja. Zullen we het samen doen? Ja, deze zullen we kunnen ook samen doen, toch? Ja. Helemaal goed. 3, 2, 1. Ja. Span die billen aan. Nummer 7. Tien. Oh, ik ben veel te hoog, dus let daar ook even op. 12. We hebben niet hetzelfde swingen dat mag wel, Joyce. Eén heeft toch langer of korte armen. Gek. Ja. Zij redelijk zelf op de grotere pan. Oh ja, dat kan ook. Nou, nog 3, 2, 1. En uitswingen. Yes. Helemaal goed. Top. Ik kan de pan wel even vasthouden, want hij is niet zo zwaar als een kettlebell.
Heb je thuis nou eventueel gewichtjes en je denkt, ja, is echt heel makkelijk, kan je hem eventueel gebruiken voor een gewichtje? Dat kan natuurlijk altijd. Maar ja, dan is het pleziertje met die plank gewoon wel. Dat is wel zonde, ja, ja. Zeker weten. Nee, maar zeker het mag natuurlijk ook met gewichten. Helemaal nou, goed. Gaan we gelijk door, toch? Ja, tweede keer. Yes, 3, 2, 1 en zwaaien maar. Zwaaien. Nou ja, span die wilspieren aan. Ja, dat vooral op het eind. Echt goed. Beetje overstrekken, anders mag dat natuurlijk bijna nooit. Maar bij deze mag het wel. Ja, hij zit op 12. Oh, gelukkig heb je ooit even meegeteld, hè? 14. 15. 16. 17. 18. 19, nog eentje. En dan weer even korte pauze. Goed. Top. Heel kort en dan hangen we je door zo. Precies. Kunnen we alweer denken. Ja, 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 ik vind het goed. Ja, dat dacht ik ook. Mooi, met de pannenswing. Lekker. Nou, dus. Dan gaan we weer. Maak je goed sterk. Goed diep en van achteren beginnen en begin maar. Acht. Oh, dit is ook wel een beetje ontspannend. Ja, hè? 10. Heerlijk. Dit kun je dus ook lekker thuis doen. Tussendoor in de keuken. Ik wou zeggen, ik hoop dat iedereen het nu thuis. Ik bedoel meer zo tussendoor ook nog eens. Heel flauw, sorry. Nog, super flauw. Zijn we nooit. Nee. Nog 3, 2, 1 en stop maar. Stop. Helemaal goed. Nou, dat was de panswing. De panswing. De pannenswing. De pannenswing. Ja, dan mag de pan weer gevuld worden. Precies. 2 flessen weer in de pan. Helemaal top. En wat jullie nu doen, ja, jullie houden de pan op deze manier vast, zeg maar. Dus een beetje op, ja, borstbeenhoogte. En dan echt hieronder met de handen. En dan houden jullie het goed vast. Want welke beweging jullie doen is weer goed gaan staan. Als dit te makkelijk is voor jullie. Nou, jullie mogen gewoon ook lekker nog een beetje lager staan. Mm-hmm. Nou, en dan gaan jullie namelijk omhoog. En weer rustig terug. Omhoog. En dit doen we 20 keer. Yes. Nog even ja? Wil jij meteen doorgaan? Nou, jij mag ook meteen doorgaan. Ja, ik kan ook. En goed. Oké, okay, helemaal goed. Dus maak het voor jezelf zwaarder. Hè? Door een beetje door je benen heen te zakken. We mogen je starten in 3, 2, 1, go. Heel goed. En denk eraan dat je wel goed je romp recht hebt. Hè? Dus niet te veel hol te gaan maken. Goed strak. Hou die buik goed aan. Hè? Bekkenbodem goed aanspannen. Dat is ook belangrijk. En dan over je hoofd. En weer terug. Heel netjes. Top. Heb jij meegeteld, Sven? Ja. Top. 7. Ah. Niet op de helft. 8. 9. 10. De helft. 11. 12. Top. 13. Heel netjes. Hou vol, hè. Denk jij is echt makkelijk. Mag je wat mij betreft iets meer naar die squat toezakken. Gaan we lekker dubbel trainen. 18. 19. 19. En nog een laatste. 20. Yes. Helemaal goed. Even goed neerleggen. Even de pan neerzetten. Schouders even goed losdraaien. Goed. En dan even op adem komen. Ja, ook belangrijk, hè? Ja. 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 Tweede ronde. Maak inderdaad, grijp de pan weer goed vast. Goed in de squat. Sterk maken. En dan gaan jullie weer. 1. Top. 2. 3. 4. Nou, hartstikke keurig, Joyce. Nou, dankjewel. Zo.
Volgens mij is dit nu 10. Yes, dit is 10. Yes. Lekker meegeteld, ja. Hoor. En gepraat. Nou, je gelooft het toch niet? Dubbel taken. Ja, precies. Top. Laatste 5. 4. 3. 2. 1. Oh, yes, top. En zetten we het eerst weer terug. Heel even ontspannen. Schouders weer losdraaien. Ja, het lijkt ook weer zo'n simpele oefening. Maar die herhalingen, hoe vaker jij die doet, hoe vermoeiender het wordt. Nou, wij hebben dan nog geluk verwisselen, maar ja, thuis niet, dus... Nee, ik wou zeggen, gewicht zegt niet altijd wat, hè. Genoeg herhalingen en het wordt vanzelf zwaar. Ja, en de goede uitvoering natuurlijk. Zeker, heel belangrijk, heel belangrijk. Ja, kom weer klaarstaan en gaan weer door, denk ik. 3, 2, 1 en start maar. Heel goed, denk aan die goede uitgangshoudingen. Hè? Vind je het iets te zwaar in die squat, ga je gewoon wat rechter op staan, dat is geen probleem. Heel netjes. En ook blijven ademen tijdens de oefening. Dus zet je adem niet op slot. Want dan ga je ook weer veel te veel druk opbouwen in je buik. En dat wil je eigenlijk niet. Zeker ook niet voor die bekkenbodem. Hè? Juist goed door blijven ademen, anders komt er veel te veel druk. Nou, ik ben heel slecht in tellen vandaag, ik merk het al. F. Kijk, dat is het, als je tussendoor gaat kletsen. Jij kan beter kletsen. Ja. 14. 15. 16. Heel goed, staan vol. 17. Thuis ook, nog maar 3. 18. Nog 2. Yes, hou vol. En de laatste. Yes, top. Helemaal goed. Super. De pan mag lekker gevuld blijven. Eventjes een beetje rust. Dan kunnen wij in de tussentijd wel denk ik even de volgende oefening al uitleggen. Ja! We gaan een sumo squat maken. Als het goed is kent iedereen denk ik wel. Jou al eerder gedaan met tijdens de workouts en denk ik bij jou ook. Ja, ik noem hem ook liefdevol de sudo squat. Oh ja, sudo was het, ja. Dat is, ik weet ook niet waarom, maar ik bedoel dus eigenlijk de sumo squat. Want sumo worstelaars, daar moet ik altijd... Ja, ik had hem op sudo krijgen. Ja. Sudo krijgen, bijna hetzelfde. Ja, precies. Hè? Lijkt een beetje op het dag. Maar de meeste kennen jullie hem sowieso van de andere workouts. En anders leren jullie hem nu kennen. Nou. De sumo squat. Top. Hou de pan goed vast. Deden we al gewoon je tenen ook echt naar buiten. En vanuit deze positie ga je de pan... aantikken op de grond. Oh, misschien een beetje opletten. Ik ga even van Max staan. Slim. Ook thuis, ook in de vloer, want het is een beetje zonde. Dus goed uit. Zakken en naar beneden. Let erop dat je goed je rug recht houdt en dat je niet dit gaat doen. Maar het gaat er echt om dat je goed die bovenbenen en die heupen, dat je daarmee naar beneden zakt. Yes. Stel voor de zwangere, hè, dat de buik een beetje in de weg zit. Nou weet je, probeer maar gewoon zo diep mogelijk te komen. Ja? Helemaal goed. Top. Helemaal goed. Beginnen? Ja, wil jij beginnen? Ja, is goed. Top. Dan gaat Joyce beginnen. Dus. Begin maar. Nou, top. 20 keer. Ook weer 20 herhalen. Ja, 3 keer 20 keer doen we. Weer een andere mogelijkheid om ook thuis een beetje wat oefeningen tussendoor te zouden kunnen doen. He, dus niet alleen op onze dinsdagavond. Maar ook natuurlijk nog op de andere dagen. Joyce telt gelukkig heel trouw mee. Als het goed is, zit op 7. Nou, nu op 8. Precies. Denk er goed aan. Een beetje tempo. Hè? Joyce maakt ook echt een mooie tempo. En tik de grond aan. Top. Hou vol. Nummer 15. 16. 17. En nog 3. 2. Eentje nog. Nog eentje. Top. Yes. Helemaal goed. Zet de pan even neer. Als je wil, schud je even lekker je benen uit. Voordat we aan die tweede serie gaan starten. Helemaal goed. Dan mag je langzaamaan de pan weer oppakken. Gaat Svea klaarstaan. Mogen jullie starten in 3, 2, 1 en go. Heel goed. Ik vond het eigenlijk met het geluid best wel leuk. Tok. Ja. Tok. Ja, ik vind het ook wel mooi. Alleen ik denk niet dat iedereen zijn vloer daar helemaal geschikt voor is. Op de pan. Het kan natuurlijk ook zo dat die pan lekker... Oh, dat kan ook inderdaad. Nou nee, dan een beetje verantwoord met die pannen. Ja. En eigenlijk hoe minder geluid, hoe controleer je hem neerzet natuurlijk. Hè? Mits je niet iets dempends onder hebt. Dus hoe controleer je de beweging ook is. Ja, oké. Heel goed. Oké.
Nog 6. Kijk, helemaal goed. Nog maar 5. Nou, vol thuis ook. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Nog 1. Nog 1. Sorry, ik heb geen raad. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Nee, het zijn er echt 2 toch. Ik dacht, eentje extra bonusje kan er wel bij. We moeten zo nog een keer natuurlijk, hè? Dus dat is wel... Ja. Nou, maak de benen weer even een beetje los. En mag je ook even lekker een beetje, want ja, je voelt het als het goed is nu wel ook al een beetje in je bovenbenen. Want we doen natuurlijk vandaag best wel redelijk op snelheid. Dus daarom gaan we ook meteen door. Laatste 20 herhalingen om de sumo squat. De sumo pannensquat. Oké, helemaal goed. Dus, begin maar. Top. Maak je goed sterk. Een kwad zit er weer op. Ja, ja. Lekker hoor. En de helft. Zo, ik word echt steeds beter, ja, met het tellen. Ja, leuk. Drie kwart. Of nog net niet. Nee, ja, nu. Jee. Heerlijk. Nog 2. En nog eentje. En klaar. Yes. Ja, ik heb stiekem geoefend hoor met het tellen. Wat goed. Nou. Nog 3 oefeningen te gaan voor vanavond. En dan doen we nog de cooling down. Maar de volgende oefening, ik leg hem even uit. Die hebben we ook al eerder gedaan. Oh. De flessen mogen er weer uit. En dat is namelijk de Russian Twist. Dus wat jullie mogen doen is, jullie mogen even komen zitten. Voor de zwangeren is het weer ietsjes mooier om gewoon met de hielen wel een beetje echt op de grond te blijven. Of om en om alleen even de benen op te tillen. Want jullie gaan vanuit die positie een beetje achteroverleunen dat jullie voelen dat de buikspieren aanspannen. En gaan dan proberen met de pan uiteraard te draaien. Ja? De mama's mogen natuurlijk, als dit te makkelijk is, ook gewoon op die manier doen. Ja? Goed, we hebben 20 herhalingen, maar dat betekent wel 10 keer links, 10 keer rechts. Dat is gewoon ja, en zijn niet 40. Nee. Helemaal goed. Ga jij starten? Ik ga wel starten, ik zit nu toch. Ja, daarom, net zo makkelijk. Top. Helemaal goed. Mogen jullie starten in 3, 2, 1 en go. Heel goed. En draai lekker het bovenlijf goed mee. Dus niet alleen die armen. Echt lekker je hele romp mee draaien. Heel netjes. En het vraagt een beetje extra balans en coördinatie, zoals Svenja nu zit. Een beetje extra uitdaging. Uithandig. Mag wel. En ik durf het bijna niet te zeggen. Volgens mij duikt hij door. Ik denk het wel. Ik ben nog niet 2 hoor. Je mag stoppen thuis. Oeh. Wat erg. Ja, nu kon ik ook niet tellen. Het is vandaag, mijn tokens is vandaag het best. Nee. Nou, korte pauze. Joyce gaat even zitten, want wij wisselen tussendoor. Ik ga weer een beetje achterover leunen, dat je je buikspieren voelt. En begin maar. En de helft zit er weer op. Ja. Probeer gewoon ook echt uit te blazen. Dus als je opzij gaat, uitblazen. Heel belangrijk. Kun je veel effectiever kracht zetten. Yes. Dus 20 herhalingen. Yes. Helemaal goed. Even rust pakken. Even goed rechtop. En dat er even geen spanning op die buikspieren zit. En dan maakt Svenja zich klaar voor ronde nummer 3. Expres wat langzamer. Even iets langer. Heerlijk. Mooi. Dan mogen jullie klaar komen staan. Staan. Zo, zitten. Nou, heel goed. Klaar in positie komen zitten. En dan ga je starten in 3, 2, 1 en go. Denk aan die ademhaling, hè? Je hoort het Svenja heel goed doen, of tenminste ik hoor het hier. Ik weet niet of jullie het thuis horen. 10,
Hou vol, je zit op het laatste stukje. Gaat helemaal goed komen thuis. 20! Lekker! Goed gedaan. Oh. Voel je goed, hè? Ja, ik voel dat wel echt altijd. Mooi, mooi. Dus ik hoop jullie thuis ook. Dan gaan we alvast de volgende oefening uitleggen. Ja. Gaan we door naar het volgende land. Ja, klopt. Nou, na de Russian Twist gaan we door voor de Bulgarian Squat. Zometeen. Krijg je je pan achter je neer. Eén voet gaat ervoor. Eén voet gaat achter op de pan. Zorg wel even dat hij stevig staat. Wat je eventueel zou kunnen doen, is zet hem anders tegen de bank aan of tegen een tafeltje aan. Als je denkt, nou, ik vind het toch een beetje dat hij te glad is. Ik ga hem ook heel wat hier op het matje. Dat is hij iets meer. Dan is hij ook wat veiliger. Het idee is eigenlijk dat je een lunge maakt vanaf deze kant, of vanaf deze positie, naar beneden. En ik vind het eigenlijk maar een goede om te zeggen, pakken we 20 per been ook of gaan we 10 op 10 doen? 15 om 15? Ja, we doen 15 om 15. Dat vind ik een deal. Ja, we doen dus 15 met één been voor, 15 met het andere been door. En we beginnen met het rechterbeen voor. Ja? Helemaal goed. Handen even aan je zij of hou ze hier waar je zelf prettig vindt om ze te hebben voor je evenwicht. Let er ook op dat je voet mooi recht naar voren staat en je knieën. En ik kan je voorstellen, als je voeten op één lijn staan, wordt die moeilijker qua balans. Je kan eventueel iets, ja, even overdreven gezegd, iets breder gaan staan. Iets wijder gaan staan, is die makkelijker voor. Ja. Yes? En maak je weer goed sterk, hè? Zak door de knieën. En je hoeft niet echt super diep te gaan als het niet lukt. Dus, hè, hou je eigen niveau aan. Helemaal goed. Nou, starten. En beginnen. Top. 1. Zeven, acht, negen, tien. Nog vijf. Inderdaad, Joyce doet het hartstikke keurig voor. He, maak je goed. Oh, nou, ik had maar net moeten zeggen. Ja. Nou, nog twee. Eén. En stop maar. Even wisselen. Let er goed op dat je voeten op het midden van de pan blijft staan. Als je namelijk te veel leunt op de ene kant, dan gaat het kantelen. Pas op thuis. Stella, je wilt hem de aankomende week doen. Jullie mogen alvast weer beginnen. Joyce staat even tot 15, dus begin maar. 1, 2. Maar dit is ook een oefening, die kun je ook mooi bij de trap thuis doen. He, bij de laatste tree. En dan ga je hem anders even tussendoor op andere dagen ook gewoon doen. Juist. 9, 10. En nog 3, 2, 1. En stop maar. Yes. Zet die benen eventjes uit. Hey, helemaal goed. Ja, branden ze al een beetje. Valt nog mee. Oké. Thuis mag hij ook nog een beetje mee. Van het tweede mag iets zwaarder worden. En die derde hoop ik dat jullie echt goed voelen. Je kan eventueel de stap wat groter maken. Of wat verder zakken. Om hem iets zwaarder te maken. Mocht je hem te weinig moet voelen. Helemaal goed. Zullen we doorgaan voor ronde 2? Rechterbeen beginnen. Rechterbeen eerst, ja. Naar voren. Excuus, rechterbeen eerst naar voren, want je traint natuurlijk allebei de benen wel, hè, bij deze oefening. En maar goed, start maar. Netjes. Ja, het is even zoeken, hè, in het begin. Dat komt goed. Heel netjes. 5, als het goed is. Ja, 6. Heel netjes. Net op die goede rechte rug, hè. Goed rechtop blijven. Kijk, Sven, je doet hem ook heel netjes. Je ziet eigenlijk bijna twee mooie hoeken van 90 graden, hè. Dus dat is perfect. Goed. Oh. Ja, dat is het enige. Maar dat is een goede extra uitdaging. Een beetje extra balans met die voet op die pan. Nog 2. 1. Been. Yes. En je mogen gelijk doorwisselen, denk ik, van been. Dat we lekker kort pauze er tussendoor doen. Dus linkerbeen nu voor. En dan gaan we gelijk lekker door. En dan pakken we een iets langere pauze tussen de volgende. Dus daar gaan we weer. Netjes. Goed. Top, heel netjes. Hou vol. En zeker in die tweede serie mag je hem wat meer voelen. Dat is de bedoeling. Heel goed, hou vol, Smenja. Je schoenen glijden een beetje over de pan, hè? Ja. 10, 11, 12. Hou vol. 13. Nog 2. En het laatste. Yes, lekker. Schud die benen weer even lekker uit.
gaan ons klaarmaken voor de derde en laatste serie van deze oefening. Ja. Dus weer met het rechterbeen voor. Stel, hij wordt echt te zwaar. Maak hem eens even wat makkelijker, kleinere bewegingen. Het is gewoon toch een beetje anders dan de gewone lunge of uitvaartspas die we anders deden, hoor. Qua balans, maar ook qua krachtverdeling. Dus, dan gaan jullie weer 15 herhalingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hou voor, Joyce. Dank je. Nog 4, 3, 2, 1. En stop maar, top. Meteen even wisselen. He, benen even wel een beetje weer goed neerzetten. Maak je weer sterk in je midden. En dan ga je weer goed door de knieën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Nog 3, dus. 2. En de laatste. Top. Yes, helemaal goed. Geweldig gedaan, hoor. Top. Nou, en als jullie dachten van, eindelijk cooling down. Natuurlijk niet. We doen nog 1 laatste oefening. Yes. En die hebben we ooit eerder vergelijkbaar gedaan met de wc-rollen. Ja, ja. De creativiteit. Ja, in een top. Nou, nu gebruiken we dus de pan. En wat jullie doen is, jullie zetten de pan echt een beetje uitdagend van jullie weg. Dus zet hem niet meteen hier voor je neus. Nou, en we gaan dit weer dus aantikken. De zwangere, die oefening doe ik dus dan zo weer. Ja, Joyce doet altijd de mama oefenen. Top dit weer. Ja, helemaal goed. Nou, jullie kunnen natuurlijk geen korte plank maken, want vaak zitten de buiken toch wel een beetje in de weg. Dus wat jullie doen is, jullie maken een plank. En daarmee kun je wel een beetje uitdagen natuurlijk ook. En tikken de pan aan. Joyce doet hem voor de mama's. In een korte plank. Yes. Oké, een beetje doen. Ja. In elkaar schieten. Ja. Dat moet ik ook even draaien. Ja, gaat dat goed zo. Oké. Okay. En goed. En we doen het vanaf de knieën, denk ik, hè? Ja, vanaf de knieën. Ja. Yes. Korte plank en gewoon aantikken. Goed. Gaan 20 keer tikken, denk ik, hè? Gaan we het in... 20 keer, dus 10 keer met de linkerarm en 10 keer met de rechterarm. Ja, goed. We proberen allebei te tellen. Gaan we starten? Oh. Oh, jij ja, mag meedoen, ja. Hè, met de mama's. Nee, de zwanger versie. Oké, 3, 2, 1, komt ie aan. Trouwende, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En korte pauze. Maar goed. En probeer je tijdens de uitvallen ook goed op te letten dat je heupen niet te veel van links naar rechts gaan. Dus je een hele strakke plank hebt en eigenlijk mogen alleen die armen en die schouders een beetje bewegen. Dat is belangrijk. Dus inderdaad, hè, dat je niet overal altijd alles vandaan haalt. Ja, dat is de uitdaging. Ja. Gaan we door? Tweede ronde. Yes. Maak je weer goed sterk vanuit je midden. Korte plank. Goed, we starten in 3, 2, 1, go. Ik kom er bijna niet meer bij. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En kom maar weer terug. Helemaal goed. En dan ook weer, hè? Zo'n simpele oefening. Ja, eigenlijk. Maar hele goeie wel. Hele goeie. Mooi. Dus stel, hè, de pan van de vaatwasser valt op de grond. Nou, doe meteen even die plankoefening. Ja. Hey, zullen we voor de diehards moeten tenen doen? Of niet? Nou, Joyce, ik wil dus graag voor de mama's. Ja, op de tenen in plaats van op de knieën. Die laatste nog even. Echt vanuit een plank op de tenen. Vanuit een lange plank gewoon. Dus niet op de knieën. Ik, de zwangere, blijf gewoon
op de gestrekte armen en korte plank doen. Maar de mama's inderdaad, nou ja, die mogen het voor mij wel proberen. Helemaal goed. Dus, laatste keer. Laatste keer. Mooi. Kom maar klaarstaan allemaal. En dan 3, 2, 1, komt ie aan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nog eentje, 20. Top. Helemaal goed. Super. Goed gedaan. Oh, dat, goed bezig, dames. Echt zo. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, dit was onze pannencircuit. Het pan-workout. Ja, voor vandaag. Nou, ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Maar we gaan natuurlijk nog afsluiten met een cooling down. Ja. Maar dat gaan we vandaag net een beetje anders doen. En dat gaat Joyce nu even uitleggen. Ja, zorg even dat je in de kamer even een lekker plekje hebt waar je heel relaxed gewoon kan liggen. Heb je nou het idee dat je heel snel afkoelt, doe eventueel even een vestje aan. Hè? Want soms kan het wel zijn als we liggen dat we gelijk wat sneller afkoelen. En je mag eventjes lekker op je rug komen liggen. Maar goed, ik blijf even in deze positie gaan liggen. Maar goed, kom even lekker liggen in een positie die voor jezelf prettig is. Weet je wat ik doe? Als jij het anders meedoet, want anders als ik ga praten als ik lig, dan ben ik bang dat ik niet verstaan. Oh ja, nou. Dus ga zelf even voor jezelf op een manier liggen dat je heel lekker ontspannen is. Dat kan lekker net als Svenja gewoon je knieën buigen, je voeten op de grond. Het kan zijn dat je gewoon helemaal lekker plat ligt. Even een lekker kussentje onder je knieën. Dat kan ook thuis, want als het goed is wel lekker dichtbij liggen. Doe lekker je ogen dicht, dus luister vooral even naar de livestream. Maar probeer niet echt te kijken, maar luister. Wat je nu gaat doen, is je gaat je handen laag op je buik leggen. Eigenlijk wil je dat je pinken op je schaambeen liggen. Dus je hebt ze echt heel erg laag liggen. En wat we gaan proberen, is we gaan richting je armen ademen. Dus we willen een hele lage buikademhaling krijgen. Probeer maar eens heel rustig voor jezelf in te ademen. En uit te ademen. En probeer in te ademen richting die handen. En die pinken, dan is het idee dat je pinken heel rustig omhoog beweegt als je goed naar je schaambeen en naar je bekkenbodem aan het ademen bent. Rustig in en dan rustig uit. Doe dat maar eens even een aantal keren voor jezelf. Probeer even helemaal gefocust te zijn op die ademhaling en eigenlijk verder op niet iets anders wat er vandaag is gebeurd, maar lekker gewoon relaxed, gefocust op je lichaam. Als het goed is, merk je dan dat er iets minder beweging is vanuit die borst, maar dat er vooral veel beweging is bij je handen en vooral bij het schaambeen. Die mag rustig omhoog. Heel goed. Wat we dan even gaan proberen, zo meteen iets korter in te ademen en wat langer uit te ademen. Probeer zo meteen via je neus in te ademen en door je mond, eigenlijk door je lippen een beetje te tuiten, uit te blazen. Echt via je mond dus. Ga zo meteen aftellen. 3, 2, 1. En dan tel ik 1, 2, 3. Adem in. Heel even vasthouden. En dan gaan we proberen in 4, 5 tellen uit te blazen. Kijk of dat lukt ook thuis. Gaan we starten in 3, 2, 1, adem in, 1, 2, 3, hou vast en blaas uit, 1, 2, 3, 4, adem in, 1, 2, 3, hou vast, blaas uit, 1, 2, 3, 4, 5, adem weer in, 1, 2, 3, hou vast en 1, 2, 3, 4, weer uit. Adem weer in. 1, 2, 3. Hou vast. En adem uit. 1, 2, 3, 4. Je moet nog één keer. Adem in. 1, 2, 3. Hou vast. En adem uit. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed. Probeer maar even rustig uit te ademen. Weer in te ademen. Wat je dan even voor jezelf mag doen, is even 5 keer heel diep
inademen en weer heel diep uitademen. En als je dat 5 keer hebt gedaan thuis, maak je even helemaal lang. Strek je armen langs je oren. En dan kom je vanuit die positie weer heel rustig aan omhoog. Dat heb je dat 5 keer gedaan. Even goed uitrekken. Open je ogen rustig aan. En dan kom je zo meteen gewoon weer heel rustig. Voorzichtig omhoog. Geen haast. Nee, maar goed. Mooi. Dan hoop ik dat iedereen weer een beetje tot rust is gekomen en weer lekker relaxed even voelt. Hè. En dit zijn op zich best wel mooie dingen om ook overdag even te doen. Hè. Ben je druk met werk of met de kids thuis? Of heb ook even een momentje om heel even rustig te ademen en heel bewust daarvan te zijn. Dat je de ademhaling heel laag hebt. We hebben ademen heel vaak naar een buikademhaling, maar eigenlijk mag die nog wel een stuk lager. Echt richting die bekkenbodem, zodat die bekkenbodem ook echt lekker op ontspanning komt. Heel belangrijk trouwens, ook voornamelijk in deze toch wat stressvollere tijd en bijzondere tijd. Dus deze oefening kan altijd een wonder worden. Ja? Goed, nou. We hopen weer dat iedereen ervan heeft genoten vandaag met de pan. Ja, precies. En natuurlijk ook weer een beetje een andere indeling, hè, van ons workout. Dus we proberen jullie heel veel handvatten te geven, zodat jullie tussendoor ook echt even lekker zelf aan de slag kunnen. Nou, en ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als wij weer. Ja, zeker. Ik hoop het ook. Nou, top. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. Fijne avond nog. Ja, hele fijne avond. Doei. Doei. Thank you.